Zeg, en jullie hebben misschien thuis een leuke moestuin of al een aantal keer geprobeerd om een moestuin op te starten. Of misschien hebben jullie alles al onder de knie, maar willen jullie nog wat meer te weten komen. Dan is dit boek, Mijn Moestuin, de ideale cadeautip misschien voor binnenkort bij de kerstdagen. En dat is een boek gemaakt door Wim Liebaert, die jullie ook wel kennen, van het vierprogramma De Moestuin volgens Wim. Goedemiddag Wim, fijn dag, dat je er Sintje. Bent. Dank je wel. Een hele klepper, hè? Ja, 355 pagina's. Dus alles wat daarin staat, moet je weten om een goede moestuin te hebben. Juist, om te beginnen is dat een heel goed begin, dat boek. Ja. Ja. Er bestaan nog dikkere boeken en grotere boeken, maar eigenlijk, ja, 80% heb je niet nodig. Hier staat eigenlijk echt de basis van de basis. Dus je bent een beetje Piet Huizentruid van een tuin. Ja, of de Jeroen Meus of de Pascal Naases. Want ja. Het is niet alleen tuinier erin, je kookt er ook in, hè? Ja, eigenlijk ben ik in de moestuin begonnen uit de keuken. Dus ik was eigenlijk een grotere kok dan een moestuinier. Mm-hmm. En als kind altijd gemoestuinier en ik ging alleen gaan wonen en gekookt. En je hebt natuurlijk gefrustreerd omdat je bepaalde dingen niet goed vindt dat je koopt in de winkel. En dan ben ik het gewoon zelf beginnen kweken en zo weer de draad opgepikt. En ga je nu nooit meer naar de winkel? We proberen zo weinig mogelijk te gaan en 6 maanden op een jaar. Dus het seizoen van het moestuinseizoen loopt eigenlijk van april, mei tot oktober. Maar dan gaan we niet meer naar de winkel. Ja. Nee. Dus nu kan je niet meer veel doen in de moestuin? Nee, nu is het te koud geworden. Hè. Ja. Alle planten zijn eigenlijk in rust als ze nog staan. Zoals prei en kolen, die groeien niet meer. Ja. Die blijven wel op het veld staan, maar de rest is allemaal opgegeten. Ja. En hoe lang kan je die dan nog laten staan? Tot wanneer ze op zijn. Hè. Eigenlijk tot februari, maart halen we de laatste kolen van het veld. Nog, ja. Maar je kan niks meer doen. Hè. Dus je kan niks meer zaaien, er komt niks meer uit. Dus, nee. Te koud. Te koud. Ja. Ja. En ook voor ons, hè. Buiten is het niet zo plezant. Nee. Maar, en eigenlijk voor de moestuinier is het altijd zeer welgekomen. Als het herfst is, dan weet je van, ik had een beetje gerust. Het is toch vermoeiend, zo'n moestuinseizoen. Dus toch, je moet er toch wel wat tijd voor hebben, denk ik. Hè? Je moet er tijd voor hebben. En ik zeg altijd tegen mensen, begin klein. Zo'n vierkante meter bak is eigenlijk perfect. Ja. Als je niet zeker bent dat je eigenlijk heel veel gaat moestuinieren. Veel mensen spitten direct een helft van de tuin om. En na 2 jaar zijn ze het beu. Ja. Dus het is beter om klein te beginnen altijd uit te breiden. En kan je in zo'n klein tuintje dan ook alles kweken? Praktisch alles, ja. Ja. Dus een courgetteplant wordt zo groot als die tafel, dus dan weet je dat je vierkante meterbak direct vol staat. Ja. Maar kroppe sla eigenlijk. Ja. Ik heb mensen die vierkante meter hebben en die vrijgezel zijn en die eten er toch een paar weken per jaar. Allee. Ja, want ik wou eigenlijk meteen vragen hoe groot moet een moestuin zijn, maar dat hangt dus echt van persoon tot persoon. Dat hangt vooral af van hoeveel tijd dat je hebt. Ja. En moet dat ook speciale grond? Kan ik nu bijvoorbeeld thuis een stuk van mijn gazon beginnen om te spitten en daar mijn groenten in planten? Ja, eigenlijk wat je nu vooral kan doen, als je nu het voorjaar een moestuin wil hebben, moet je er nu aan beginnen. En ik ben een luie moestuinier, dus zo weinig mogelijk werk. Wat je doet is gewoon karton leggen op je gras en daar wat aarde op of compost. Ik heb hier wat compost, kijk. Ja. Ik zelf gemaakte compost. Je legt dat gewoon op je karton en gedurende de winter gaat dat karton verteren. En het gras dat eronder zit gaat eigenlijk kapot gaan ook. Mm-hmm. En in het voorjaar rakel je, en misschien dat er nog een beetje wortels in zitten, die haal je eruit. En dan een beetje mest onderwerken, dat is hier mest, zo gedroogde koemestkorrels. Ruikt heel lekker. Ruikt verschrikkelijk slecht. En dan werk je wat onder, want die grond is natuurlijk arm en groenten hebben voedsel nodig. En daar werk je ook wat onder. Ja. En dan kan je eigenlijk beginnen. Ja. Het is eigenlijk echt heel gemakkelijk. Ja, zo lijkt het wel. Maar het is ook gemakkelijk. Het enige wat de mensen zich altijd aan mispakken is de tijd die je er moet insteken. Dat en dat onkruid, niet? Als je er zo iedere dag na het werk zo een rondje in je moestuin doet en haalt alles eruit, dat is 2 minuten werk per dag. Ja. Ja. Als je natuurlijk 3 weken op reis gaat, dan kom je terug. Het is veel geregend, het is zonnig geweest. Ja, dan... ja, dat is allemaal goed en wel, maar hoe weet ik nu welke groenten wanneer moeten en wanneer dat die er dan weer uit moeten? En, juist. Dat staat natuurlijk allemaal in het boek. Hè. Maar... want hoe is het opgebouwd? Het is echt van maand tot maand? Toch, juist. Ja, het boek is eigenlijk in 2 delen. Een eerste deel is eigenlijk het kleinste deel en dat is algemene basis. Mm-hmm. Hè? En dan staat er daarin welke mest moet je gebruiken, wat moet je doen tegen onkruid, tegen rupsen en larven en ziektes. En vanaf dan het tweede deel, dus dat ik gedeelte hier is eigenlijk maand per maand. Dus als we zitten nu in november en dan kijken naar november, wat kunnen we doen in de moestuin? Ja. Normaal had er daar niet zo heel veel in staan. Staat ook, mijn seizoen zit erop. Ja. Voilà, hè. En dan de eerste kou, wat kun je nog doen om je groenten te beschermen? Hè, je serre beschermen. Wat dat je nog een beetje moet doen met je fruit. Het is het moment om fruit te planten trouwens, voor de kijkers. Als je fruit wilt hebben, moet je nu je fruitbomen zetten. Ah, ja. Het najaar. Hè, want de planten zijn in rust. Ze gaan gemakkelijk verplanten, zich laten verplanten. Je zet ze nu en tegen het voorjaar
gaan ze beginnen groeien. Ja, ja, en in 2 jaar heb je dan al je eerste oogst. Ik ga het ook eens laten zien aan de mensen thuis, want het is ook mooie foto's erbij. Ja. Terwijl wat werk ingestoken precies? Hè? Ik heb er 3 maanden ieder weekend en was morgens tot 's avonds aan gewerkt eigenlijk. Ja. Ja, het is heel veel werk. Ik heb het ook natuurlijk niet alleen gemaakt, dat moet ik wel zeggen. Nee. Er is een schrijfster samen met Laurence Machiels heb ik dat boek gemaakt. Zoiets alleen maken is echt natuurlijk nee, is heel veel werk. Nee. Dat er... En het is een enorm succes ook. Hè? Het is nog maar pas uit en al tweede, derde druk. Ja, het ligt 2 weken nu in de winkel en de derde druk is besteld. Ja. Goed, hè? Ja, we zijn heel blij. Kassa, kassa. Wel, ja, 2 dingen. Ja, iedereen zegt mij dat kassa, kassa, maar eigenlijk is... Eén, kassa kassa natuurlijk voor het bedrijf is goed, voor de uitgeverij. Ja. Maar ten tweede, wat ik daardoor voel, want ik heb ook op de boekenbeurs gesigneerd, is dat de Vlaming terug in de moestuin kruipt. En eigenlijk, dat was de hoofdbedoeling van ons programma. Ja. Ik wou eigenlijk de Vlaming terug in de moestuin krijgen. Want ik weet niet, uw grootouders misschien? Die hebben dat gedaan. Ja. En voilà, maar iedereen zijn grootouders. Ja. Maar onze ouders niet meer. Nee. Maar dat was wel fijn, zo'n boontjes en voilà, ertjes. Voilà, dat is tof. Herinner je dat nog? Ja, heel fijn. En die erten die had ik zo allemaal. Ja. Mijn kinderen ook nu. En aardbeien. Ja, fijn. En eigenlijk, ik voel de Vlaming is er weer klaar voor. Ze gaan weer een rij groen krijgen. Ja. En dat vind ik tof. En daarom vind ik goed dat Moesten boek zoveel verkoopt. Want kijkcijfers is één ding, maar een boek... De Messias van de moestuin. Ja, mensen zeggen dat tegen mij. Zeg, je hebt hier van alles meegebracht, want ja, we kunnen niet meer echt een tuin, maar je kan het gewoon binnen doen. Ja, ik heb hier kiemgroentjes mee. Hè. Dat zijn kiemgroentjes, dat zijn eigenlijk mini-groentjes. Zo, ja. Hè. Dat is eigenlijk heel makkelijk om te doen. Iedereen kan het doen, je hebt daarvoor geen moestuin nodig. Dat kun je in de winter doen, dat is niet erg. Hè. Dat zijn scheuten eigenlijk, kiemgroentjes van rode biet. Ja. Het is gewoon, even kort demonstreren. Wat zaadjes in een pot doen. Ja. Er zit er nu nog wel een rekker in dat ik eerst ga proberen eruit te vissen. En dat kan je zo kopen overal in de winkel? Ja, je kunt dat overal zo kopen. Dat noem je ook kiemgroente. Ah ja. Zie dat je dat kiemgroente. Mm-hmm. Je doet daar een beetje zaad in. En dan dek je dat af met zo'n neteldoek, heet dat. Ja. En dan giet je dat water op. En je laat dat eerste weken gedurende 24 uur. Ja. En dan giet je dat water af. En dan iedere dag, 2 maal daags... spoel je dat eigenlijk. En dat begint te groeien vanzelf. En na een week heb je dat resultaat. Na een week? Na een week, ja. Tussen de 6 en 8 dagen. Ja. Maar ik proef is heel lekker. Ja? Dat klinkt in je mond steken. Dat is heel pittig. Mm. Nou, het is pikant, hè. Maar radijsjes. Proeft dat. Oh ja, dat is pikant. Pittig, hè? Dat is wel lekker. Je kunt er niet zo helemaal een bord van opeten. Hè? Ja, staat uw mond in brand. Ja, de mijn staat nu ook al in brand. Goed, dus ik zal u wat water geven. We zullen eens kijken, want je hebt in het programma De Moestuin van Wim daar iets lekker mee gemaakt. Juist. We gaan eens kijken. Aha, de potten met kiemgroenten. De potten met kiemgroentjes. Kijk eens hoe schoon ze gelukt zijn. Dat komt daaruit. Ja, proef maar een keer. Dat is super lekker. Rode bietjes? Rode bietjes. Amai, dat is straf. Pittig, hè? Even herhalen. Eén week geleden. Water opkappen en uitgieten en dat is het resultaat. En iedere dag water een beetje opkappen, uitgieten, water opkappen, uitgieten. En dat is het resultaat. Dat begint gewoon te kiemen. Dat is heel raar, hè? Zonder aarde, zonder niks. Hè? Gaan we gaan oogsten? We gaan hier iets mee maken, is dat goed? Ja. Yes, I am Mother Nature's son. And I'm the only one. I do what I want and I want what I see. Het is vandaag, hè? Als cayennepeper, hè? Al direct gebruikt in de keuken. Niet twijfelen. Niet te veel. Het is allemaal pure herfst, hè? Smakelijk, hè? Goed, hè? Zo krokant.
Ja, heel krokant en heel pittig. Mijn mond staat nog altijd in brand. Maar ja, dus zo laat je wel zien wat eigenlijk allemaal kan met eenvoudige producten. Ja. En wat dat vooral nu nog kan, hè. We zijn in november. Eigenlijk kan je dat hier blijven doen tot het voorjaar. Eigenlijk in de zomer kun je dat ook doen. Maar dan heb je groenten uit je tuin en dan doe je dat gewoon in de Nee. En kies je die recepten die daarin staan, zijn dat eigen creaties of zijn dat traditionele recepten? Dat zijn, laten we zeggen, recepten dat je in de loop van de jaren waarschijnlijk... Had er een deeltje Jamie Oliver bij zijn, dan had er daar een deeltje Jeroen Meus in zitten. Ja, je pikt overal dingen op. Ruiterstoemp, lekker hè. Goed hè. Ideaal. Dat is van mijn oma, hè, maar dat is echt niet moeilijk. Dat is boter, nootmuskaat, aardappelen en spruitjes en spek. Ja. Kook je dan thuis ook altijd zelf? Normaal is die wel, maar ik moet eerlijk zeggen, de laatste 2 jaar heb ik zo hard gewerkt dat het eigenlijk alleen in de weekend sporadisch was dat ik nog kookte. Ja. Nu ben ik 2 maanden thuis. En nu kook ik praktisch iedere dag. Ja, en altijd uit eigen tuin. Allee, nu juist, niet meer. Nu niet meer, maar ik heb heel veel dingen in. Ja, ik heb heel veel ingevroren en ingemaakt ook. Mm-hmm. Gesteriliseerd. Dus ja, je probeert toch zoveel mogelijk uit je eigen moestuin te eten. Ja. Allee, tof. Zeg, en welk materiaal heb je dan vooral nodig om aan de slag te gaan? Maar eigenlijk niet veel. Hè. Je handen. Je handen en een schop. En wij noemen dat een rakel, hoe heet jullie dat? Een hark? Een hark, ja. Zoiets schoffel. Met tandjes zo. Ah ja, een riek. Een riek, dat heb je nodig. Dat is eigenlijk alles. Een gritsel. Een gritsel, ja, ik weet het. Een gritsel. In het is dat een gritsel. Ja, hier ook denk ik. Hier ook, ik heb er niet veel nodig. Nee. En grond. Maar zelfs grond heb je niet nodig. Hè. Ik heb een Vilvoorde op het terras van Woestijnmis. Grote moestuin aangelegd, 100 vierkante meter, op een terras. Allee. In potten. En dat is perfect gegaan. En ook groenten in potten? Groenten en maïs en van alles. Bonen, wij hadden 30 soorten groenten. Maar. Ja, echt waar. Dat is heel goed gelukt. En dan moet je daar ook nog eens onderhouden. Ja. Want voor alle duidelijkheid, de moestuin, zowel bij mij thuis als die in Vilvoorde, er is geen tuinman, ik ben de tuinman. Ja. Dus dat moet je eigenlijk doen naast dat je je programma nog een keer maakt. Ja. Want wat we hier zagen, dat is echt bij u thuis in de Hof. Dat is bij mij thuis in de Hof, in Brugge. En wat zegt uw vrouw daarvan? Niks eigenlijk, die vindt dat tof. Ja. Ja. Die helpt altijd. Zolang alles opgeruimd is als ze vertrekken. Is dat is niet altijd zo. Cameramannen over de vloer hebben. Het seizoen is ook afgelopen nu voor jullie op tv. Ja, we zijn nu eigenlijk wekelijks kom ik nu samen met Bart, mijn compagnon, om een nieuw programma te bedenken. Moesten gerelateerd weer voor in het voorjaar of eventueel het najaar op antenne te gaan. Ja, want als iedereen nu dat boek heeft, dan willen ze dat ook weer zien op tv. Ik weet het, ja. Dus die frang is bij mij nu ook aan het vallen. Oké, goed. Alleszins, fijn dat je even tot hier bent gekomen, Wim. Graag gedaan. Het is een heel leuk boek, dus zeker iets leuk voor onder de kerstboom misschien binnenkort.